Welkom allemaal, ontzettend leuk dat jullie hebben aangemeld voor deze webinar. Het is natuurlijk rare tijden. Normaal gesproken geef ik workshops aan mensen in de fysieke ruimte. Met fanatieke fotografen op reis, of enthousiaste fotografen op reis. En nu zit ik hier in mijn eigen camera te kijken. En het is, zover ik weet, de eerste keer. Ik doe eigenlijk nooit dingetjes online. Ik vind het ontzettend leuk om de interactie met mensen te hebben. Maar ja, goed, deze tijden die vragen om een andere aanpak. Ik zit hier in Dubai. Het is hier dus ondertussen al 1 uur 's middags. Maar wij zitten hier in een officiële lockdown, zoals ze dat zo mooi of helaas noemen. Dus wij zitten echt binnen. We mogen niet naar buiten. We mogen alleen maar naar buiten om boodschappen te doen met een vergunning die je eerst online moet aanvragen. En dat is al best wel een tijdje gegaan. Dus nou, die tijd begon mij een heel klein beetje creatiever te maken. En na te denken over wat doe ik nou en hoe kan ik hetgene wat ik altijd heb gedaan nu omzetten in deze tijd in een nieuw model. En toen kwam ik eigenlijk uit op webinars. Ik ben ermee bezig om workshops online te zetten. Maar ik vind het ontzettend leuk om in ieder geval met mensen interactie te hebben. En gewoon mijn verhaal te vertellen en mijn liefde voor Afrika te laten zien. Dus vandaar, ik heb het nagedacht. Wat is nou een leuk onderwerp om in ieder geval mee te beginnen? Dus ik dacht ik ga jullie meenemen op een virtuele safari. Ik ga jullie de mooiste plekken van Afrika laten zien. Waar je in ieder geval in mijn ogen de allermooiste wildlife foto's kan maken. En het lijstje is natuurlijk niet officieel. Het is gewoon puur mijn eigen ervaring. Maar ik vind het in ieder geval leuk om dit met je te delen. Nou, mensen die vandaag kijken, goedemorgen Robin. De mensen die vandaag kijken zijn gemêleerd gezelschap. Sommige mensen ken ik goed uit workshops of van fotoreizen. Er zijn mensen uit mijn directe kring, vrienden, familie. Maar er zijn ook heel veel mensen die ik niet ken. Dus welkom, leuk dat jullie hebben aangemeld. En ik zal jullie in ieder geval even een korte introductie over mezelf geven. Dat jullie in ieder geval weten wie ik ben en wat ik doe. Nou, mijn naam is Krijn. Ik ben fotograaf, natuur- en wildlife-fotograaf. Dat doe ik nu een jaar of 4 professioneel. Maar al 25 jaar als heel fanatiek fotograaf. Ik begon als klein jongetje. Begon ik met fotograferen. En dat heb ik nu voor mijn passie heb mijn werk kunnen maken. Nou, wat ik net zei, wij wonen in Dubai. Maar hiervoor hebben we 5 jaar in Australië gewoond. Een jaar op Curaçao en 3 jaar af en aan in Zuid-Afrika. En vanuit daar ontzettend veel gereisd. In totaal heb ik 18 Afrikaanse landen bezocht en doorheen gereisd. En een totaal van 29 safariparken. Ik heb ze van de week even geteld. Ik heb dat natuurlijk niet paraat, die kennis. Maar 29 safariparken bezocht. En de ene is spectaculairder dan de andere. De ene vind je dit dier en de andere park vind je deze mooie achtergrond. Dus ik ben eens in die kennis gaan spitten en wat oude foto's opgegraven over de afgelopen jaren. En die heb ik gebundeld in dit verhaal. Dus ik ga jullie meenemen op deze virtuele safari. Nou, het idee is dat je dus vanuit je luie stoel toch een beetje kan genieten van al het moois dat Afrika te bieden heeft. Van de bijzondere dieren die er allemaal zijn. Dat je misschien een beetje kan gaan plannen, dat als deze coronacrisis straks weer over is, dat je gewoon mooie dingen op je bucketlist hebt staan. En dat je zegt van, joh, ik ga toch eens een keer naar dat park toe. Of misschien moet ik een keertje naar Afrika. Misschien ben je er nog nooit geweest. Ik zag net een berichtje terug voorbij komen van Simone, die zegt, we zijn afgelopen september geloof ik, in Botswana geweest. Dus kijk uit om die foto's weer te zien. Nou, er komen heel wat foto's vanuit Botswana voorbij. Maar misschien wil je gewoon lekker wegdromen. Dus nou, daar gaan we in ieder geval mee beginnen vandaag. De groene landen die je ziet op je beeld, dat zijn de landen die we vandaag aan gaan doen. Dus we zitten veel in het zuidelijke gedeelte van Afrika, maar we gaan een beetje door het midden richting het oosten. Richting landen als Tanzania, Kenia en Oeganda. Daar zijn ontzettend veel mooie plekken. Nou, hoe ik het heb opgezet is, ik begin met een overzicht per dier. Nou, ik kan natuurlijk niet alle dieren laten zien aan jullie, maar in ieder geval dieren waar ik zelf heel erg van hou. En de Big Five komt uiteraard voorbij, omdat daar gewoon heel veel interesse naar is. En nog een aantal andere mooie dieren. En uiteindelijk zal ik per onderwerp de parken nog eens herhalen. Dus waar kan je nou naartoe als je een beginnend fotograaf bent? Of wat is nou het beste park voor de mooiste achtergrond? Nou, op die manier wil ik door de dag heen lopen. Dus de presentatie zal ongeveer 45 minuten duren. Kan iets korter, kan iets langer aan de hand van een aantal vragen dat komen. Maar ja, nogmaals, mocht je vragen hebben, stel ze op de chat. Niemand ziet ze, alleen ik. Dus je kan al je vragen stellen. Geen vraag is raar of vreemd. En ik geef graag antwoord op. Dus we gaan beginnen met mijn favoriete dieren. Degene mensen die mij kennen of die mij volgen op social media weten dat olifanten mijn favoriete dieren zijn. En dat is omdat
De olifanten zijn zo ontzettend groot, zo ontzettend sterk, maar zo zachtaardig en gracieus tegelijkertijd. En ik vind het heel bijzonder om met mijn auto stil te staan en gewoon eens te kijken naar de familiebanden van de olifanten. Want hoe werken olifanten? Hoe werkt de familiestructuur en de hiërarchie nou in een familie? En als je dat een tijdje doet, dan kom je erachter dat, dat er heel veel emotie in die groepen zit. Heel veel hiërarchie, heel veel lagen. Maar dat olifanten heel teder zijn. En het leuke is, als je dus olifanten gaat fotograferen, of gewoon op safari gaat en olifanten kijkt, en je ziet een grote groep met olifanten, dus met kleintje en grote erbij, dan weet je dat je naar een breeding herd aan het kijken bent. Zo noem je dat, een breeding herd. En dat betekent dat dat een groep is, eigenlijk de kern van de familie. Dat zijn alleen maar de vrouwen, dus de grote olifanten zijn allemaal vrouwen, en de kleintjes, dat is uiteraard een mix tussen jongetjes en meisjes. En zodra de mannetjes wat, of de jongetjes wat groter worden, en zodra ze tijd zijn om zich voor te planten, worden ze door de familie afgestoten, omdat er anders intilt kan plaatsvinden. Dus die jongetjes die gaan op zoek naar andere makkers, dus die krijgt dan kleinere groepen met olifanten. Vaak zijn het ergens tussen de 5 en 8 olifanten. En dat noem je de bachelor herd. Dus dat zijn de mannen, die zijn op zoek naar families met paren. Dus dat is leuk om te zien. Dus als je kleine groepen olifanten ziet lopen, dan weet je dat het in de regel mannetjes zijn. En als je een enkele olifant ziet lopen, dan is dat solitary bull. Dus dan heb je het over een van de oudere mannen. De enkele olifanten zijn eigenlijk altijd mannen. Nou, waar kan je nou het beste olifanten fotograferen? Daar is wat mij betreft geen twijfel over mogelijk. Dat is in Chobe National Park in Botswana. En waarom? Omdat Chobe of Botswana in het algemeen heeft 2/3 van alle Afrikaanse olifanten die leven in Botswana. En dan heb je het over zo'n 250.000 olifanten die er in het land leven. Dat is natuurlijk enorm veel. En de meeste daarvan zitten in het noorden en rondom Chobe National Park. Dus als je daar naartoe gaat, dan is het niet een kwestie van of je olifanten ziet, maar hoeveel je er ziet. En als je er een paar dagen bent, dan heb je het echt over honderden olifanten. En dat is ontzettend bijzonder om te zien. Dus als jij een mooie foto wil maken van olifanten, dan kom je in Chobe ontzettend goed tot je recht. Je hebt daar grote groepen, dus je hebt echt groepen van 30, 40 olifanten die je tegenkomt. En ja, links, rechts, overal kun je ze zien. En het mooie van Chobe is ook dat je, doordat er zoveel en grote groepen zijn, dat je relatief dichtbij kunt komen. En dat is weer ontzettend goed voor close-up foto's, net zoals deze foto, waar het zonlicht ontzettend mooi op de slurf van deze olifant valt. Dus deze heb ik genomen in het Chobe National Park. En dat is natuurlijk voor een wildlife fotograaf ontzettend belangrijk, dat je zowel mooie close-up foto's kunt maken als het overzicht van hoe leeft het dier nou in de omgeving. Het andere leuke van Botswana en van Chobe National Park is dat Chobe ligt aan het water. Er zitten vrij grote moerasgebieden omheen, vrij grote vlaktes. En zodra je daar bent, of met een bootje voorbij vaart, of met je auto rijdt, heb je kans dat er gewoon wat onverwachte bezoekers voorbij komen. Dus je staat een olifant te fotograferen en opeens sta je oog in oog met een nijlpaard. En dat is natuurlijk wel een beetje de charme van een safari. Dat je zo ontzettend veel dieren kunt zien. En dat ze ook vanuit een onverwachte hoek voorbij komen. En ik vind dat in Chobe kan het ontzettend goed. Dus je fotografeert foto's van olifanten en voor je het weet staat er opeens een nijlpaard in je beeld. Ontzettend gaaf. Nou, als je nou op zoek bent naar een wat rustiger gebied, want Chobe is ontzettend mooi, maar kan relatief druk zijn, dan kan je een stapje hoger doen richting Zambia, dus een stapje hoger op de kaart. Kom je in Zambia uit en daar heb je Kafue National Park. En Kafue National Park is een vrij groot gebied, maar het is ontzettend rustig. Er kwamen relatief weinig toeristen. Je hebt schitterende groepen met olifanten. En het leuke daar is dat de achtergronden heel bijzonder zijn. Want het meeste, als je een mooie wildlife foto wil maken, draait het in de regel om de achtergrond. Kijk, het dier, dat is er. Hè? Die heeft een mooie uitstraling, een mooie uitdrukking. Maar als de achtergrond daarin klopt, dan heb je het over een mooie foto. Ik vind dit een hele mooie achtergrond, omdat het een dood bos is. Dat is overspoeld door water. Waarschijnlijk heeft het waterniveau ooit wat lager gestaan. En dit zie je in Kafue National Park heel veel. Van die dode bossen met die mooie meren eromheen. Waar je dan kuddes met olifanten kwijt ziet komen. Als we het hebben over water en als je het hebt over olifanten die je graag wilt zien. Die in het water staan. Er zijn eigenlijk een aantal plekken waar je terecht kunt komen. En nou ja, wat mij betreft is het de mooiste plek daarvoor Loa Zambezi en Zambia. Het is een wat afgelegen park, lastig om te komen. Dat is wel een nadeel, maar het is zo ontzettend puur en zo ontzettend mooi. En dan krijg je dus dit soort taferelen, grote groepen olifanten die s'avonds naar de waterlijn komen om daar heerlijk te kunnen drinken. Ook Manapools in Zimbabwe, dat is aan de overkant van de rivier. Dus het zijn eigenlijk twee parken die worden gesplitst door een rivier. Ook daar zie je hetzelfde tafereel. En dan in Chobe, waar we het net over hadden, in Botswana.
Maar ook de Okavanga-delta in Botswana. De Okavanga-delta heeft natuurlijk ontzettend veel water. En daar lopen heel erg veel olifanten die je daar door het water ziet baden. En ook mooie groepen die daar aan, aan de waterlijn komen drinken. Dus mocht je het leuk vinden om olifanten te fotograferen terwijl ze, terwijl ze aan het drinken zijn, kom je in deze gebieden ontzettend goed uit. En dan is er nog een laatste gebied dat ik jullie hier niet wil onthouden. En dat is Tsavo National Park in Kenia. En waarom? Tsavo is de enige plek in Afrika waar de big tuskers nog voorkomen. En big tuskers betekent dat zijn olifanten met hele lange slagtanden. En er zijn er nog maar 20 van in heel Afrika. Dus dat is een hele kleine groep. Dat is een speciaal DNA waardoor dus die slagtanden zo lang groeien. Die kunnen tot 2,5, 3 meter lang worden. En als je dat ziet, dat is iets zo bijzonders. En zoals je ziet op deze foto, die olifanten zijn ook oranje. En dat komt door de grond. De grond is daar oranje, die spuit ze over zichzelf heen. Ze krijgen een hele mooie oranje jas aan eigenlijk. Maar ja goed, er zijn er dus maar 20. Dus het is echt wel een avontuur om die ook te kunnen vinden. Dus als je daar rondrijdt, dan is het spannend om te zien of je ze überhaupt tegenkomt. De kans is niet zo heel groot. Maar als je dan ziet, ja, dat is wel iets heel bijzonders om te kunnen zien. Dus Tsavo, er zijn er nog maar 20 helaas, maar als je ze wil zien, misschien niet snel. En ik hoop het niet. Ik hoop dat ze nog heel erg lang rond kunnen blijven lopen. Nou ja, van een olifant naar de eerste roofdier van vandaag, en dat is de luipaard. Luipaarden zijn natuurlijk een beetje de mysterie van de bush. Het is heel lastig om ze te zien. De meeste mensen die op zoek gaan naar de Big Five, die komen thuis met slechts 4 van de Big Five. En meestal ontbreekt het luipaard om een paar redenen, omdat er gewoon niet heel veel gebieden zijn waar ze leven. En als ze er zijn, dan zijn ze ontzettend goed gecamoufleerd. Dus ze zijn lastig te vinden. Ze zitten vaak in de bomen. Maar je hebt een goede ranger nodig, een goede gids om ze te kunnen vinden. En misschien een klein beetje geluk. Nou, de beste plek in heel Afrika om ze te vinden is Sabi Sands Reserve in het Krugerpark in Zuid-Afrika. Daar komen ontzettend veel van deze luipaarden voor. Nadeel daar alleen wel is dat het vrij duur is. De lotjes zijn ontzettend duur om te verblijven. Maar het is wel echt een hele mooie plek, ook qua alle andere dieren. Maar vooral voor luipaarden is het echt een hotspot. Maar ik heb er wel een leuke tip voor. Want die parken die hebben natuurlijk geen hekken. Die liggen midden in Krugerpark. Het is alleen afgesproken dat gedeelte van het park is privé. Dus er mogen geen andere auto's komen, alleen maar mensen die in de lood slapen. Maar de dieren die houden zich natuurlijk niet aan die grenzen. Dus als je richting de Krugerketen rijdt van het Krugerpark. Dat is een van de vele hekken die er is om het grote park zelf in te komen. Dan rij je eigenlijk langs de grenzen, de fictieve grenzen van die privépark. Nou, wat gebeurt er? Die luipaarden die zijn territoriaal. Dus die lopen rondjes om hun territorium af te pakken. En als je die territoriumpaden dus weet te vinden, dan heb je een hele grote kans om die luipaarden te kunnen zien. Omdat er zoveel zijn in dat gebied, komen ze ook in het gedeelte van Kruger waar jij als toerist zijnde wel gewoon mag komen. En ik krijg een vraag of je daar... Ja, je kan er zowel safaris doen, gewoon een safaris, als met je eigen auto rijden. Dus je mag er met je eigen auto naar binnen in dat gebied. Maar je kan er ook gewoon een safari-auto huren. Er zijn hele leuke, misschien wel een leuke tip, er zijn hele leuke safari-kampen net buiten het Krugerpark. En die worden gerund door de lokale gemeenschappen. Dus die zijn niet zo luxe als de chique kampen midden in het Krugerpark. Maar die hebben net zoveel charme, zou ik zeggen. En vanuit daar ben je ook op safari in Kruger. En een hele grote kans dat je daar luipaarden gaat zien. Nou, een andere plek waar je luipaarden kunt vinden, dan kom je eigenlijk weer in Zambia uit, in het South Luanga National Park. Dat is ook echt een hotspot voor luipaarden. En ik vertelde je net over het territorium dat luipaarden afbaken. En dat zie je op deze foto heel mooi. Dit luipaard is bezig met het afbaken van zijn territorium. Dus wat ze doen is ze sprayen urine tegen bomen, tegen planten, op de weg. Vervolgens raken ze het aan met hun hoofd en ze strijken met hun speekselklieren aan de zijkant van de mond. Streeks op diezelfde plek en daarmee maakt ze een geursignaal. Nou, het leuke van South Luanga is dat het een park is waar je ontzettend goed zelf rond kan rijden. Dus als jij een four-wheel drive auto huurt in bijvoorbeeld Lusaka, de hoofdstad van Botswana of van Zambia, en naar dit park rijdt, dan zet je s'avonds je auto neer met je tentje ergens aan de kant van een rivier net buiten het park. Je geniet van een glaasje wijn of iets anders, een vuurtje aan de zijkant, terwijl je kijkt naar de olifanten die staan te drinken in de rivier en andere dieren die naar je toe komen. En 's ochtends nog voor zonsondergang, of zoals voor zonsopkomst, rij je met je autootje naar het park toe. Met een lekkere pot koffie die je 's ochtends hebt gezet. En dan ga je het park in en ben je als een van de eerste. En dan ga je dus dit soort tafereelen zien. Dan ga je zien dat luipaarden hun territorium aan het afbakenen zijn. En hoe vind je ze nou?
Het beste is om gewoon je auto stil te zetten, te genieten van een kopje koffie dat je zelf hebt gemaakt, je raam op een kiertje zetten, je motor af en te luisteren. Want naast dat ze zich het territorium afbaken met geur, doen ze dat ook met geluid. Luipaarden die kuchen, ze hebben een soort van hoest. En zodra ze rondlopen met het afbaken van het territorium, hoesten ze en laten ze dat geluid horen. Terwijl ze zeggen, jongens, hier ben ik, pas op. Nou, dat kan jij natuurlijk als fotograaf zijn heel mooi oppakken. Dus je staat daar met je autootje, motor is uit, een kop koffie in je handen. En vervolgens hoor je dat gehoest. En dat is toch een truc om ze te vinden, want het geluid draagt natuurlijk vrij ver. Maar dan weet je in ieder geval welk kant je moet kijken. Dus ik hoop dat dat een tip is die je kunt gebruiken. Nou, deze foto zie je, het is hetzelfde luipaard. Je ziet dat hij gewond is aan zijn poot. Waarschijnlijk heeft hij die nacht, dit was heel vroeg in de ochtend, waarschijnlijk heeft hij die nacht gevochten met een, ik denk met een buffel, of met een, in ieder geval een beest met horens. Ik denk dat, hij een haal uit zijn huid heeft door een horen. Maar wat je hier ziet is dat het een hele droge foto is, een heel droog gebied. En eigenlijk is het droge seizoen de allerbeste tijd om op safari te gaan. En helemaal voor foto's, want alle blaadjes zijn van de bomen. Normaal gesproken heb je mooie groene bladeren. Maar zodra je in het droog seizoen komt, zijn die blaadjes weg. Waardoor je dus veel verder kunt kijken. Waardoor de dieren dus veel beter zichtbaar zijn. En daarnaast heb je ook dat er geen water in het park is. Dus er zijn een aantal waterholes. Normaal gesproken in het droogste of in het natte seizoen is er eigenlijk overal water te vinden. Dus zijn de dieren overal goed als ze op zoek zijn naar drinken. Maar in het droog seizoen zijn al die waterpoelen uitgedroogd. Dus er zijn er waarschijnlijk nog maar 1 of 2 of 3 waar de dieren echt water kunnen halen. Dus jij die weet te vinden, jij gaat er met je auto naartoe. En je staat er wederom met je kopje koffie dan. Met je motor uit. Dan heb je kans dat er ontzettend veel dieren, vooral 's ochtends vroeg met zonsopkomst, daar naartoe komen om te drinken. En dat zijn natuurlijk de allermooiste momenten om goede foto's te kunnen maken. Dus luipaarden, Zuid-Afrika, Kruger, Sabi Sands. Maar ook bij de Kruger Gate, waar je zelf rond kan rijden. Of met een safari van de lokale gemeenschap. En Zambia, Sautiwanga. Het zijn echt de hotspots. Dan krijg je de vraag, als er geen blaadjes in de bomen zijn, hoor je ze dan ook beter? Nou, het is... Ik neem aan dat je bedoelt dat kuchen. Als je over dat kuchen, ik denk niet dat je dat beter hoort, want dat geluid draagt sowieso heel ver. En over het lopen, deze beesten zijn gemaakt om geen geluid te maken. Dus zodra zij in het sluipen zijn, op zoek zijn naar een prooi, dan hoor je ze eigenlijk niet. En bij luipaarden is het zo, en daar zijn ze anders dan cheetahs. Luipaarden moeten heel dicht bij een prooi komen, dus die sluipen echt naar de prooi toe. En dan moeten ze het hebben van een verrassingsaanval. Maar een cheetah die heeft heel veel snelheid, die zijn ontzettend atletisch. Dus die komen gewoon met een noodgang achter een prooi aangerend. En die gaan er gewoon achteraan. Dus ik weet niet zeker of je ze beter hoort, maar heel eerlijk gezegd hoor je de dieren eigenlijk niet. Dus ik denk niet dat dat heel erg fout maakt. Ik hoop dat je daarmee je vraag beantwoordt. Inderdaad, kuchen, ja, nee, dat is... Ik heb het idee dat je dat net zo goed hoort in het droogseizoen als in het natte seizoen. Nou, dan komen we bij het volgende roofdier uit. Leeuwen. Nou ja, goed, er is eigenlijk geen twijfel over mogelijk. De Serengeti is de allerbeste plek om leeuwen te zien. En waarom? Het zijn open vlaktes. Je hebt er enorme grote kuddes groepen met leeuwen. En er is gewoon heel erg veel prooi voor de leeuwen. Er zijn heel veel antilopes, gazelles, zebra's. Ja, goed, en daar eten ze van. Deze foto, Linda en ik reden hier met z'n tweeën in onze eigen auto rond. We waren als allereerste ter plekke. Joost zegt, ik heb een blauw vierkantje op mijn gezicht. Dat is net zo vervelend. Ik kan het even uitzetten. Zo is het als het goed is uit. Dankjewel, Joost. We kwamen hier dus aan en we waren als allereerste. Het was helemaal niemand. Terwijl het normaal gesproken best druk kan zijn in de Serengeti op dit soort plekken. We stonden dus helemaal vooraan en we hebben de kill zelf niet gezien. Maar wat er wel gebeurde is dat we, ik denk dat we 5 of 10 minuten nadat deze zebra was gevangen, aankwamen. En ja, ik zal je de andere details besparen van wat er dan gebeurd. Het is best wel een bloedig geheel. Maar dit was een moment waarop die leeuw het mannetje aankwam en het hoofd van die zebra oppakte en wegliep. Goed. Als je daar nou bent, vraag dan aan je gids of als je zelf rondrijdt. Kijk dan eens naar de koppies. Dat zijn eigenlijk gewoon grote stenen die er midden in het veld ligt. Je kent ze wel van de Lion King. Maar dat zijn de plekken waar leeuwen graag vooral slapen en rusten. Dus als je die grote stenen in het veld ziet liggen, ga er eens op af, rij er eens omheen. En kijk eens hoe het is. Volgende plek is eigenlijk hetzelfde. Ik hoor dat er heel even geen beeld en geluid meer is. Ik ben er weer, hoor ik. Nou, helemaal goed. Sorry.
Nou, fijn dat je weer bent. Nou, hetzelfde gebied waar eigenlijk Serengeti loopt over in de Masai Mara. Er ligt een rivier tussen, maar ook daar kan je gewoon hele mooie leeuwen zien. Dit is het gebied waar de Big Cat Diary is opgenomen. De Big Cat Diary is bekend van de BBC. Dit is ook waar de echte Scar loopt. Scar is een, nou goed, iedereen kent hem uit de Lion King, maar het is een echt daadwerkelijk leeuw die rondloopt daar in het gebied. Ik krijg heel veel berichten dat ik even weg was, maar volg ik ook de berichten dat ik weer ben. Dus ik hoop dat iedereen me nog kan zien en horen. Nou goed, Masai Mara, ik hoef niet heel veel meer over te zeggen. Prachtig gebied om leeuwen te fotograferen. Nou, wat ik net al zei, waarom zie je nou zoveel leeuwen daar? Omdat er heel veel prooi is. Nou, vooral zebra's. Je ziet daar zebra's in groepen van honderden, duizenden, soms wel meer dan een miljoen. En wanneer is dat? Tijdens de grote trek. En tijdens de grote trek komen al die zebra's en de gnoes, die komen samen, en nog andere antilopes, die komen allemaal samen op de Serengeti en de Masai Mara. En daar komen natuurlijk de roofdieren op af. Nou, zebra's kan je door heel Afrika zien, maar voornamelijk in de Serengeti en Masai Mara heb je die grote kuddes. Nou, er is nog een andere plek, dat ligt aan de Serengeti, dat is de Gorogoro-krater. En daar vind je diezelfde grote kuddes van zebra's. En voornamelijk aan het begin van de grote trek, van de grote migratie. Want in de Gorogoro-krater, dat is waar het begint. Vanuit daar gaan de kuddes met dieren migreren. En waarom doen ze dat? Ze gaan op zoek naar gras. Het wordt droog, je ziet het op deze foto al, het gras wordt al geel. Deze foto is gemaakt tegen het einde van het jaar. En wat er nou gebeurt, is dat het gras wordt droog, maar op de Serengeti is het juist een regenseizoen geweest. Dus daar is het gras groen. Dus daar reizen de dieren naartoe. En vervolgens steken ze de rivier over naar de Masai Mara en komen ze rustig aan weer terug richting de Gorogoro-krater. Ik krijg de vraag of je bij bepaalde dieren moet letten op eigen kleding en geur, zodat je ze niet zo snel waarnemen. Ja. Dat is zeker het geval. Kijk, bij die grote groepen is dat wat minder belangrijk. Want die zijn vrij zeker van zichzelf, omdat ze met grote groepen zijn. Maar voornamelijk als je dieren aan het fotograferen bent die alleen zijn of in hele kleine groepjes leven. Daar is het heel belangrijk. Wind is ontzettend belangrijk. Dus vaak is het goed dat je de windrichting bepaalt. En dan is het natuurlijk belangrijk dat je zelf niet op de locatie staat waar de wind vandaan komt. Want dan ruiken dieren. Dus zorg altijd voor dat je eigenlijk met tegenwind fotografeert. En kleding, ja, gewoon neutrale kleren is altijd goed. Maar windrichting, geur is het allerbelangrijkste. Leuke vraag, hè? Dankjewel. Nou ja, goed, vanuit de Ngorongoro-krater gaan de dieren dus migreren. En dan krijg je dus de gigantische groepen met honderden, duizenden gnoes en zebra's. En het is fantastisch om te zien. Maar daarmee komen natuurlijk ook de roofdieren. En de cheetahs zijn samen met de leeuwen de meest gevreesde roofdieren op de Serengeti en de Masai Mara. Nou, wat is het ontzettend leuk om te doen? De vlaktes zijn, tenminste de dieren leven op grote open vlaktes. Maar cheetahs die gaan altijd hoog zitten. Dus zowel hoog in een boom of op een steen of iets dergelijks. Want vanaf daar hebben ze een heel goed overzicht. Dus als jij rondrijdt over een open vlakte en je ziet een boom staan of je ziet stenen liggen, ga eens dichterbij, ga eens een kijkje nemen. En voor je het weet, nou, ik zie hier zoiets als dit. Ik weet niet of je hem ziet liggen, de cheetah. Maar die ligt heerlijk te ontspannen daar in de boom. Althans, ik denk niet dat hij ontspannen is. Hij is echt aan het jagen. Hij is echt aan het kijken. Wat gebeurt er omheen? Maar ontzettend moeilijk om te zien. Je moet er echt naar op zoek. En dat is voor mij wel een beetje de essentie van safari. Het leukste is om mezelf te vinden. Echt met spoor zoeken. Met behulp van een gids of niet. Of dat je het zelf doet. Maar echt op zoek te gaan. En als je ze dan vindt, is dat natuurlijk fantastisch. Nou, een andere plek waar cheetahs heel veel voorkomen is Zuid-Afrika. En dan heb ik het over Pinda. Het is een private reserve in het zuiden. Maar ook over Kruger. Ook daar vind je ontzettend veel cheetahs. En voornamelijk op de open vlaktes. Eigenlijk overal waar open vlaktes zijn, kun je cheetahs vinden. Omdat cheetahs die hebben dus die aanloop nodig. Hè? Die afstand die ze kunnen rennen. Door bossen zijn ze kansloos. Het zijn impalaatjes en de kleine dieren. De springbokken die zijn er veel sneller dan de cheetah. Maar op open vlaktes is het bijna niet te winnen voor de prooien. En dan nog een laatste plek waar cheetahs heel veel voorkomen. Dat is in de Kalahari-woestijn. De Kalahari-woestijn ligt op de grens van Botswana en Zuid-Afrika. Nou, het is echt een woestijngebied. Heel veel mooie rode kleuren. Heel veel oranje kleuren. En daar leven cheetahs, maar ook leeuwen. De leeuwen hebben een hele zwarte maan. Het is een ander soort leeuw dan je in de rest van Afrika ziet. Een prachtige plek om cheetahs te fotograferen. Nou, op diezelfde open vlaktes zijn voor mij giraffen ontzettend leuk om te fotograferen. Waarom? Omdat ze zo ontzettend mooi als silhouet dienen. Dus als jij met zonsondergang
over een open vlakte rijdt en je ziet zo'n giraf aan de horizon lopen. Ja, dat is een klein feestje als je het mij vraagt. En dan kom je toch weer op dezelfde plek uit. Toch weer in de Serengeti, toch weer in de Masai Mara, toch weer in de Kalahari. Maar ook Etosha National Park. Etosha is een national park in Namibië, in het noorden. En dat is een zoutmeer. En er zit heel veel zout en wit stof in de grond. Waardoor eigenlijk alle dieren wit zijn. We zagen net de oranje olifanten. Nou, in Etosha zijn alle dieren wit. Ook heel bijzonder om te zien. Nou, giraffen eten van acaciabomen. Acaciabomen die hebben echt zulke lange dorens. En de giraf is eigenlijk de enige die daar goed tegen kan. Dus die wikkelt zijn tong rondom die takjes, trekt de blaadjes eraf en die kan tegen die scherpe dorens. Maar op het moment dat je dus op open vlaktes rijdt en je ziet dit soort acaciabomen, dan kan je er donder op zeggen dat er giraffen zijn, want die vinden ze gewoon ontzettend lekker. Olifanten eten hier ook van trouwens hoor, maar giraffen die zijn echt zijn herenmeester. En op deze foto zie je natuurlijk waarom de giraf de enige is die daarvan kan eten. Het is de enige die erbij kan. Dus dat is, waarschijnlijk heeft dat iets te maken met de ontwikkeling in het verleden, dat giraffen daarom zo'n lange nek hebben. Zodat ze als enige bij die mooie plek komen. Ik krijg de vraag, is het reizen naar Serengeti niet te druk tijdens de grote trek? Nou, de grote trek is het eigenlijk het hele jaar rond. De dieren die migreren en elke keer zijn ze op een andere plek. Nou, zijn er twee hoogtepunten. Hoogtepunt 1 is de waar ze de rivier oversteken. Dus tussen de Serengeti en de Masai Mara. Maar dat is niet op één plek. De foto's lijkt het altijd dat ze op één plek er doorheen komen. Maar het is een heel breed gebied waar ze oversteken. En ja, het is zeker een stuk drukker dan. Maar als je goede gidsen hebt, die weten de plek te vinden waar het rustiger is. Het zijn vaak de gidsen die van buiten komen, die naar de standaard plekken komen. Maar als je een goede gids hebt bij een goede lodge kunt slapen, dan kom je op plekken waar het een stuk rustiger is. Het tweede drukke moment van het jaar is het geboorteseizoen. In het zuiden, dus dat is rondom het Ndutu gebied. Daar komen al die duizenden dieren bij elkaar om te werken, om de welpjes of de kleine kalfjes op de wereld te zetten. Ook dan kan het druk zijn, maar het is zo ontzettend groot. De Serengeti is eindeloos, dus je kan altijd de plekken zijn waar het rustig is. En ja, op het moment dat iemand ergens een auto stil ziet staan, dan komen er altijd meer auto's naartoe. Dat is het nadeel van de Serengeti. Maar ook hier weer, als je een goede gids hebt en als je net wat verder weg gaat dan waar de meute is, dan kan je echt wel plekken vinden waar het rustig is. Ik hoop dat daarmee je vraag beantwoord, Hans. Dankjewel. Nee, dit is Etosha en Botswana. Dat zijn twee plekken waar je ook nog giraffen kunt zien. En daar leven ze juist in hele grote groepen. Deze foto, hier staan er 8 of 9 opgelopen. Maar deze groep was in totaal van 15. Ik heb ze hier niet naast elkaar, die andere groepjes stond een klein beetje verderop. Maar dat is daar weer heel bijzonder. Dus op de Serengeti heb je de eenzame, heel mooi met die silhouetten. Terwijl je in het zuiden van Zuid-Afrika of van Afrika, heb je juist de hele grote groep met giraffen. Prachtig om te zien. En dan met neushoorns. Ik vind neushoorns hele bijzondere dieren. En niet omdat er nog maar zo weinig van zijn, helaas. Maar ook gewoon om te zijn zo sterk, zo prehistorisch om te zien. Het is gewoon bijna, het is echt letterlijk een tank, een levende tank. Er is één plek waar je ontzettend goed neushoorns kunt fotograferen. En dat is in Sluisluwe in Vlozi in Zuid-Afrika. Daar hebben we even 2000 neushoorns. En dat is gewoon een heel erg groot percentage van alle neushoorns die nog in leven zijn. 200 of 400 daarvan zijn zwart. Er zijn zwarte neushoorns en 1600 daarvan zijn witte neushoorns. Nou, de vraag is natuurlijk altijd, hoe herken je een witte of een zwarte? Dat is niet bij de kleur, maar dat is bij de vorm van een bek. Op deze foto zie je een witte neushoorn, omdat ze een witte, of een brede bek hebben, sorry, een wijde bek. En dat komt vanuit het Engels van white, en daar is, nou goed, wit is daarvan afgekomen. Dus een witte neushoorn is niet wit, een zwarte neushoorn is niet zwart. Maar de witte neushoorn heeft een hele brede bek, een hele wijde bek. En de zwarte neushoorn heeft een hele puntige bek, een hele puntige lippen. Dus daaraan kan je het zien. Maar Sluisluwe in Vlozi is echt de beste plek om neushoorns te fotograferen. Een andere hele goede plek in Zuid-Afrika is Pilanusberg. Pilanusberg, Linde en ik zijn daar getrouwd, dus het is voor ons een heel speciaal park. Maar het is een fantastisch park, helemaal voor een eerste safari, voor beginnend fotografen. Omdat het A heel mooi is en B heel veel verschillende dieren op een relatief klein gebied leven. Maar ook daar leven ontzettend veel neushoorns. Wij hebben daar toen op één dag 30 verschillende neushoorns gezien. En dat is echt het meeste dat ik ooit in mijn leven heb gezien. Dus vandaar dat ik hem even in dat lijstje heb gezet. Dat is even een kleine kanttekening bij neushoorns, maar eigenlijk bij alle dieren die bedreigd zijn. Stropers die zitten ook op social media.
Dus op het moment dat jij een hele mooie foto hebt gemaakt van een neus om een prachtige neus of van een prachtige hoorn, en die zet je op social media en zegt, kijk eens, ik heb bij Lodge A en B in dat en dat park vanmiddag om 1 uur een foto gemaakt. Stropers weten het ook waar dat is en dat er dan dus iets te vinden is. Dus in de regel geldt, natuurlijk mag je zeggen iets op social media van, joh, ik heb een foto gemaakt in Serengeti of in Sloesloei. Maar er worden altijd gevraagd geen specifieke details over dieren of over locatie erbij. Ook daarmee helpen we de conservatie van de dieren waar er nog maar zo weinig van zijn. Nou, komen we bij de laatste van de Big Five familie, dat is de buffel. Dat is niet mijn favoriete dier, heel eerlijk gezegd. Ik heb er niet heel erg veel foto's van. Ik vind dit wel een leuke foto, omdat heel mooi die horens uitkomen. En het stoffige van die buffelfamilie, dat is wel het mooie van buffels. Ze lopen altijd in grote groepen, waardoor je heel erg veel stof eromheen hebt. En hier zie je dat wel mooi terugkomen. Maar daar is één plek, en dat is Katavi National Park in Tanzania, waar je ontzettend goed buffels kunt fotograferen. Er zijn er kuddes met honderden, misschien wel duizenden buffels. En dat is vrij uniek voor dat park. Ook in Soutwanga, daar is hij weer, in Zambia. En Kruger National Park in Zuid-Afrika komen buffelfamilies voor. Natuurlijk komen ze op veel meer plekken voor. Maar zijn juist grote groepen bij buffels die iets zo bijzonder maken. Buffel is trouwens het gevaarlijkste dier van Afrika. Na de mug, denk ik. Ik denk dat de malaria-mug, die maakt het meeste slachtoffers per jaar. Dat is grappig, het allerkleinste diertje, maar wel blijkbaar dus de sterkste. En daarnaast de buffel. Dus die is een van de gevaarlijkste dieren. Op de savanne. Dus als je hem ziet, denk ik er niet van. Het is maar een koe. Nee, het is wel net iets meer dan een koe. Wilde honden. Ik vind zelf wilde honden heel bijzonder. Omdat er zo weinig van zijn. Maar helemaal omdat het echt een avontuur is om ze te vinden. We hadden het net over het luipaard. Luipaard is moeilijk om te vinden. Maar wilde honden helemaal. Er zijn niet heel veel plekken waar ze leven. Het voordeel wel van wilde honden is dat ze in roedels leven. Dus ze leven in grote groepen. Dus als je er één ziet, zie je er eigenlijk gelijk 20. Nou, op deze foto zie je een close-up van een wilde hond na een lekkere maaltijd. Ze worden ook wel de Mickey Mouse van de bush genoemd. Ik had van de week een fotootje op Instagram en Facebook geplaatst met de vraag van hoe noem je die dieren nou? Het is de nickname, de bijnaam. Nou, het is Mickey Mouse van de bush. Je ziet wel waarom, die heerlijke grote Mickey Mouse oren. Maar... Ja, waar kan je ze nou vinden? Ook hier weer in het Krugerpark heb je grote roedels. Dan kom je in Timbavati, Ngala en Sarisensgebied. Dus eigenlijk het midden van het Krugerpark, waar ze leven. Maar ook in het zuidelijke gedeelte van Botswana. Dan heb je het over Limpopo-Lipari. En nog wat andere parken in het zuiden, tegen de Zuid-Afrikaanse grens aan. Maar ook in de Okavanga-delta en Savuji, dat is aan de kant van Chobe National Park. Daar leven heel veel wilde honden. Het lastige daar is dat het heel moeilijk is om rond te rijden. Dus je moet vaak een boot, waardoor het lastiger is om ze te fotograferen. Dus als je wilt fotograferen, is Zuid-Afrika wel de beste plek. Nou, ik begon mijn verhaal met het luipaarden, dat er geen hekken om parken staan. Maar sommige parken die hebben wel die hekken. Madikwe National Park in Zuid-Afrika is bijvoorbeeld één zo'n park. Er staan hekken omheen. Het is nog steeds een gigantisch gebied. Daar heb je het over 20.000, 25.000 hectare. Maar daar is een roedel of een aantal roedels met wilde honden die daar leven. Dus mocht je een grote kans willen hebben om wilde honden te fotograferen, dan is Madikwe misschien wel de allerbeste plek om dit te doen. Iets minder avontuurlijk, maar wel met iets meer zekerheid. Nou goed, dan kom je bij de hyena's uit. Hyena's vind je eigenlijk overal. Hè. Het zijn aaseters. Zodra er leeuwen zijn of andere dieren, zijn er hyena's. Want ze ruimen het bos op, ze ruimen de savanne op. Deze foto ook, dit is een foto van een hyena die helemaal uitgeteld ligt te zijn na een lekkere maaltijd. Een beetje bebloed nog. Ik wil eigenlijk zeggen bezweten, maar ik heb geen idee of hyena's zweten of niet, lijkt me niet. Maar bloed, dus die liggen hier gewoon helemaal uitgeteld. Dus zodra je roofdieren ziet, of zodra je gieren ziet zweven in de lucht, dan weet je dat er actie is op de grond. Want als er gieren zijn, dan gebeurt er iets. Dan is er of een dier dat aan het sterven is, of er zijn leeuwen die bezig zijn met een jacht. Nou, zodra je dat dus ziet, kan je achter die gieren aanrijden. Dan weet je zeker dat je actie tegenkomt. Maar dan weet je ook zeker dat je die hyena's en de jackals, de jakhalsen tegenkomt, zoals deze foto. Nou, het is niet een hele spectaculaire foto, maar ik heb hem erin gedaan omdat ik de jakhals hier zo ontzettend mooi vind liggen. Een gigantisch veld, ik denk dat dit de Ngorongoro krater is, als ik het nog goed herinner. Maar dan zie je hoe goed schutkleuren zijn en hoe moeilijk dieren eigenlijk te vinden zijn. Dus je moet je ogen echt goed de kost geven. Maar ontzettend leuk om zo'n beest te zien.
Nou, dan komen we eigenlijk alweer bij de laatste dieren van het webinar, voordat we naar de gebieden gaan. En dat zijn de gorilla's. En gorilla's zijn samen met olifanten echt mijn favoriete dieren om te fotograferen. Ze zijn zo ontzettend mooi, zo ontzettend sterk. Maar ook hier weer, de familieband die er is. Het is fantastisch om te observeren. Nou, voor mij is er één plek waar de gorilla's het mooiste zijn om te fotograferen. En dat is Maginga National Park in Oeganda. Nou, mensen die naar Oeganda gaan, die gaan er in de regel naartoe om naar Bwindi te gaan. En Bwindi is een national park waar 19 gorilla-families leven. Maar het nadeel daar is dat het heel erg druk is. En er komen heel erg veel toeristen. Terwijl in Maginga er is maar één familie. En in Maginga zijn eigenlijk geen faciliteiten. Er zijn geen lodges, dus je moet een beetje moeite doen om er naartoe te komen. Maar je bent vaak helemaal alleen in de groep. Met twee of drie anderen misschien. Dus je bent met een heel klein groepje waar je in Bwindi met zo'n 8 mensen tegelijkertijd in een groep bent. Nou goed, meer mensen, dus meer geluid, meer noise, waardoor de dieren wat minder lekker op hun gemak zijn. Maar Maginga is voor mij echt de beste plek. Er is nog een andere reden. Maginga is een bamboebos. En door bamboe heb je veel minder blaadjes, dus zijn de dieren beter te zien. En veel meer licht. Want in Bwindi heb je dus de bladeren daken, waardoor er dus heel veel licht wordt tegengehouden. Nou, fotograferen draait om licht. Dus als je in Maginga bent, heb je veel meer licht. Dus kan je net wat betere foto's maken dan in Bwindi. Nou, er is een andere plek waar je het kunt zien. Dat is Rwanda, in het Volcanoes National Park. Nadeel daar is dat het A heel druk is en B ontzettend duur. Je betaalt er €1500 om 1 uur bij de gorilla's te mogen zijn. En dat is per persoon. Dus als je met z'n tweeën gaat, moet je €3000 neertellen. Nou, dat is natuurlijk gekke werk, als je mij vraagt. Al gaat het allemaal naar de conservatie. Hè? Dus die kant is ontzettend goed. Maar voor jou als persoon zijn is het natuurlijk ontzettend veel geld om dat daaraan uit te geven. En dan de laatste plek waar je gorilla's kunt zien. Ik ben er zelf niet geweest. Het staat heel hoog op mijn lijstje. Maar dat is in Congo, in het Virunga National Park. En eigenlijk is het een drie landenpunt waar we het over hebben. Dus het is één groot bos, één groot gebied, één groot berggebied waar ze leven. We hebben het hier trouwens over de berggorilla's. Dat is wel even belangrijk om te zeggen. Het staat hier gewoon gorilla, maar het zijn de berggorilla's. Maar dat drie landenpunt, daar leven ze. Dus die families kunnen theoretisch gezien van land naar land. Maar ze zijn vrij territoriaal. Dus ze hebben een vrij groot gebied waar ze zelf zitten. Dus in de regel blijven ze binnen het gebied waar ze zijn. Maar Congo en Virunga National Park is zeker de meest spectaculaire en meest avontuurlijke plek om gorilla's te zien. Maar je moet er echt onder militaire escorte naartoe. Dus dat is echt wel een hele andere manier van reizen. In Oeganda zijn wij bij de gorilla's geweest. Dat een fantastische plek is. De ervaring van de gorilla's zelf is natuurlijk niks anders. Het is meer de ervaring eromheen die het anders maakt en avontuur maakt. Nou, dat waren wat mij betreft de dieren die ik wilde behandelen. Heb ik een dier gemist? Is er iemand die heel erg benieuwd is naar een ander dier wat je graag wil fotograferen? Zet hem even op de chat. Dan ga ik door naar de volgende stap van het webinar. We hebben nog een minuut of 5, 6. Ik denk dat we heel goed uitkomen daarmee. Nou, de allermooiste achtergrond voor het maken van wildlife foto's, als je het mij vraagt, is Amboseli in Kenia. Ik heb het eigenlijk nog niet genoemd, omdat het op geen enkele manier voor mij heel erg eruit springt. Er zijn olifanten, er zijn zebra's, er zijn leeuwen, je hebt eigenlijk alles. Maar het is op geen enkele manier de allerbeste plek. Maar alles bij elkaar, met de Kilimanjaro in de achtergrond, dat is ontzettend, ontzettend belangrijk. Ik krijg de vraag van Robin. Vogels, ben ik wel benieuwd naar. Vogels is natuurlijk een heel breed begrip. Maar ik denk dat je bij vogels moet je vaak denken aan water. In de gebieden waar water zijn veel vogels. Dus dan kom je toch een beetje in de Okavango-delta uit. Heb je heel veel ijsvogels. Dus heel veel verschillende soorten ijsvogels. Dan heb je heel veel mooie arenden, zeearenden en dergelijke. Visarenden, sorry. Ook parken in Oeganda, bijvoorbeeld Queen Elizabeth National Park, heb je heel veel water. Murchison Falls in het noorden van Oeganda heb je heel veel water. Ook daar kan je heel veel vogels zien. Nou, dan heb je natuurlijk op de savannes heb je vogels zoals rollers. Dat zijn die hele mooie paarse, roze, eigenlijk alle kleuren van de regenboog. Die kom je veel op de savanne tegen. Dus die zitten vaak op takken van dode bomen. Vanuit waar ze bijtjes en vliegjes in de lucht aan het zoeken zijn. En wat ik zelf ontzettend bijzonder vond is, dat was in Lower Zambezi National Park en in South Luanda in Zambia. Daar heb je hele grote kolonies met bijeneters. En dat zijn prachtige rode, felrode en felblauwe vogels. En die zitten met 80, 100 vogels bij elkaar in een boom. En vanuit daar zijn ze continu op zoek naar bijen vliegen in de lucht. Dus die maken de mooiste capriolen en die komen continu weer terug naar dezelfde takjes. Dus als je weet dat een vogel
op een bepaalde tak zit en die is weggegaan om op zoek te gaan naar een bij of naar een vlieg, die komt eigenlijk altijd weer terug naar dezelfde tak. Dus ga niet proberen om de vogel te volgen in de lucht, dat is ontzettend lastig. Maar hou je camera gericht op die ene tak. Ze komen eigenlijk altijd weer terug en dan kan je de mooiste foto's maken. Ik hoop dat ik daarmee een heel klein beetje van je vragen beantwoord. Zo niet, stuur me even een berichtje nog, dan kan ik misschien net iets specifieker op ingaan. Terug naar de gebieden. Kilimanjaro is gewoon fantastisch. Dus als je olifanten zo kunt fotograferen terwijl ze voor de Kilimanjaro lopen, dat is, vind ik persoonlijk heel erg mooi en heel erg bijzonder. Nou, parken voor de beste, of het beste park voor beginners, ik heb het eigenlijk al gezegd, dan kom je een beetje in een noordelijke park van Zuid-Afrika uit. Je hebt daar Madikwe National Park, je hebt Marikele, je hebt Pilanusberg. Het zijn allemaal parken die relatief betaalbaar zijn, die heel goed te bereiken zijn en waar de dieren vrij dichtbij zijn. Het probleem met Serengeti en dat soort plekken zijn dat je... het zijn de grote vlaktes hè, waar de dieren zitten, dus ze kunnen best ver weg zijn. Terwijl in de park in Zuid-Afrika zijn de dieren in de regel wat dichterbij. Dus dat is voor mij echt een pre als beginnend fotograaf, dat je net wat dichter bij de dieren bent en net wat dichter bij de actie. Als je het over de gevorderde hebt, is eigenlijk tegenovergesteld, dan kom je dus op de open vlaktes uit de Serengeti, de Masai Mara. Daar is echt heel veel actie te vinden. Het lastige daarvan is dat je een wat grotere lens nodig hebt in de regel. Maar ook dat is wel wat je overkomen. Hè? En als ik het heb over gevorderde, betekent niet dat beginnend fotografen hier niet naartoe moeten reizen. Zeker doen, want je kan er echt de mooiste foto's maken. Maar ik denk dat gevorderde fotografen net wat minder uit de parken waar beginnend fotografen goed terecht komen. Kunnen halen en juist hun eigen goed kwijt kunnen op de grote vlaktes. Ik organiseer persoonlijk een reis naar de Serengeti en Lake Manyara National Park in januari. En dat is eigenlijk een combinatie tussen de twee. Dus Lake Manyara zitten de dieren wat dichterbij. Serengeti zit juist ver weg. Dus heb je en de actie en de close-ups die je kunt vinden. Maar dat is echt een prachtplek daarvoor. Meest avontuurlijk. Nou ja, goed, Chobe komt continu voorbij. Ik denk dat Chobe wel mijn favoriete park is samen met de Serengeti. Juist omdat je die grote groepen olifanten hebt. En juist omdat het zo avontuurlijk is. Het is makkelijk om te komen, maar zelf rondreizen is best wel lastig. Omdat er heel veel diep zand is. Maar het is echt prachtig. En Lower Zambezi is voor mij een echt avontuurlijk park. Je ziet op deze foto's een dood nijlpaard dat daar in de rivier drijft. Helemaal omringd door de krokodillen. Ja, die moet uiteindelijk ook eten. Maar dit zagen we in het Lower Zambezi National Park. En dat is echt wel uniek dat je dat soort dingen daar kunt zien. Ik krijg een vraag van Rianne over wat voor lens, aantal millimeters je aanraadt voor dit soort park. Ik neem aan dat je dan terugkomt naar de Serengeti. Nou ja, hoe meer, hoe beter. Het ligt er een beetje aan of je met een crop sensor of met een full frame sensor fotografeert. Full frame moet je echt wel naar de 600 gaan. Of een 400 met een adapter ertussen, dus een 1.4 of een 2. En als je met een crop sensor fotografeert, kom je met 400 al een heel end. Maar hoe meer, hoe beter natuurlijk. Hè? Dus het is, hoe verder je die dichtbij kunt halen, hoe beter. Het lastige is natuurlijk wel, dat wildlife fotografie doe je in een regel met weinig licht. 'S Ochtends vroeg of 's avonds met zonsondergang. En hoe langer je lens, hoe lastiger het is om het stil te houden. Dus er zit ook wel een kleine balans in. Dus, maar ergens tussen de 400 en 600, daar moet je echt wel aan denken. Wat voor gear kun je het beste hebben voor wildlife fotografie? Nou, ik denk dat ik deze vraag net een beetje beantwoord heb, Bjorn. Ik weet niet zeker, maar dus een goede snelle camera waar je een hoge ISO in kunt stellen. Waardoor je dus relatief weinig licht nodig hebt. En daarnaast een goede lange lens. Klopt het antwoord? Nou, helemaal fijn, dankjewel. Nou, een ander avontuurlijk park voor mij, we zijn er bijna trouwens, we zitten nu op 45 minuten. Ik denk dat ik nog een minuut of 2-3 nodig heb en dan zijn we er. Een ander heel avontuurlijk park is de Okavango Delta. En dat is niet direct avontuurlijk door de dieren, maar wel door de manier op hoe je er moet komen. De lodges liggen allemaal in de delta, dus allemaal omringd door water. Je kan er alleen maar een heel klein vliegtuigje komen. Dus je vliegt met dat vliegtuigje ontzettend laag over de delta. En je ziet de olifanten vanuit de lucht en de giraffen door het water banjeren. Echt fantastisch om te zien. En vanuit de lodge ga je met een motorbootje of met een Mokoro, dat is een soort van houten kano, ga je op safari. Ja, en dan kom je dus dit soort olifanten tegen die de oversteek maken van de ene kant naar de andere kant, compleet onder water. Ja, dat vind ik persoonlijk dat ontzettend mooi om te zien. En echt een avontuur.
Nou, het meest divers. Ik heb Pinda één moment al genoemd. Maar Pinda is een privé-reserve in het zuiden van Zuid-Afrika. En het bijzondere daar is dat je er 7 verschillende ecosystemen in één park hebt. Je hebt het over woestijn, je hebt het over berggebied, je hebt het over een echt een regenwoud. En elk ecosysteem heeft zijn eigen dieren. Dus je rijdt van het ene ecosysteem naar het andere ecosysteem en je komt compleet andere diersoorten tegen. En dat is natuurlijk als fotograaf, maar ook gewoon als liefhebber van dieren ontzettend bijzonder. Dat je gewoon op één dag heel veel verschillende soorten natuur ziet en daarmee heel veel verschillende soorten dieren. Dus als je ooit naar een bijzondere safari bestemming wil reizen, dan is Pinda echt van aanraden. En dan de Goregore-krater kan natuurlijk niet missen, want daar heb je echt alles in één. Omdat daar ook de grote migratie is. Dus je hebt daar die gigantische kuddes met dieren. Je hebt een mooie achtergrond. Je hebt, nou god, in deze foto zie je misschien nog 30, 40 nijlpaarden liggen. Je hebt zoveel verschillende diersoorten en zoveel verschillende grote groepen. Die allemaal om de vruchtbare aarde van de krater leven. Het is een oude vulkaan die is, ik weet niet precies hoe lang geleden, maar jaren geleden ingestort. En die heeft een ontzettend vruchtbare grond achtergelaten. En daar er zitten heel veel mineralen in, waar de dieren van het ontzettend goed op doen. Dus de plantensoorten zijn ontzettend voedzaam. Daarom zijn er zo ontzettend veel dieren te vinden. Dus in alles in één safari is het in Goregore-krater. Misschien in combinatie met de Serengeti, echt fantastisch. Nou, dan heb ik nog 2 parken, eigenlijk nog 3. Best voor self-drive, ik heb het eigenlijk al gezegd, Sautlanga. Als je zelf op safari wil, gewoon lekker met een auto, ga naar Sautlanga. Fantastische plek om rond te rijden. Je kan er gewoon kamperen overal. Het is relatief goedkoop. Je betaalt $30 per dag en heb je een hele dag ben je op safari. En dat is echt wel iets heel anders dan als je in lotjes gaat slapen. En Chobe National Park in Botswana. Al is Chobe net iets lastiger rijden. Dus je moet net wat meer ervaring hebben met full drive rijden. Omdat je met heel veel los zand te maken hebt. Maar als je deze foto kijkt, op de achtergrond zie je een hele grote groep met olifanten voorbij komen lopen. Je hebt de impalaatjes die aan de zijkant staan. Je hebt een giraf op de voorgrond. Bij de V zie je een familietje met wilde zwijntjes. Ja, het is heel erg divers en ontzettend gaaf om zelf rond te rijden. Dus Sautlanga of Botswana, Savuti, Kwai, dat is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde gebied. Als je zelf op safari wilt gaan. Nou, er is nog een laatste vraag, of een laatste park. Malaria is natuurlijk best wel een dingetje. Heel veel mensen die willen geen medicijnen slikken tegen malaria, of die durven het risico niet aan. Malaria komt op heel veel plekken in Afrika voor. Maar het noorden van Zuid-Afrika is volledig malaria-vrij. Dus als je naar een park zoekt waar je geen malaria hebt, maar waar je wel ontzettend mooie foto's kunt maken, ga dan naar het noorden van Zuid-Afrika. Eigenlijk die beginnersparken, die zijn perfect. En ook om die reden zijn ze ontzettend goed. Nou, dat waren wat mij betreft de parken. Ik wil nog 2 parken met jullie delen. Omdat die op mijn eigen bucketlist staan. Omdat ze gewoon bijna niet te bereizen zijn. De eerste daarvan is Tsanga Sanga in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Dit is nog zo puur, omdat hier gewoon geen toeristen komen. Er is het bijna niet. Waardoor de omgeving is gewoon ook heel puur. Het moet natuurlijk laat. En door wat ik zeg, ik wil er zelf naartoe. Hans zegt in onze zomer was in Namibië was malaria vrij. Perfect, ja, inderdaad. Namibië heeft ook hele grote delen van malaria vrij. Dus hele goede aanvulling, Hans. Dankjewel. Maar dit gebied is, dus Tsanga Sanga in de Centraal-Afrikaanse Republiek, is gewoon nog heel erg puur. En we moeten dat houden. Dus ik hoop dat er alleen maar ecotourisme wordt. Als er toeristen komen, dat het allemaal ecotourisme is. Maar anders moeten we het lekker laten zoals het is. En de tweede plek is Tjaat. Waarom is Tjaat zo bijzonder? En ook dat bij de Centraal-Afrikaanse Republiek en Tjaat zijn eigenlijk niet te bereizen of heel moeilijk te bereizen. Maar als het ooit kan. In Tjaat zijn, je ziet op deze foto, zijn enorme groepen met olifanten bij elkaar. Dat zijn allemaal olifanten die vanuit de omgeving, vanuit de conflictzones, daar naartoe zijn gekomen. Dus die groepen samen. En dat is niet normaal gedrag voor olifanten. Die leven niet in zulke grote kuddes. Die leven grote kuddes, maar niet zo groot. En in Tjaat kan je dat dus zien. Dus het lijkt mij persoonlijk heel erg bijzonder om dat te kunnen zien. Deze 2 foto's waren uiteraard niet van mij. De eerste was van Isaac Pretorius, Zuid-Afrikaanse fotograaf. Een van mijn favoriete fotografen om naar te kijken. En deze is van Michael Nicholas. Dus goed, even de credits erbij dat ze niet van mij zijn. Maar dit was het wat mij betreft. Dank jullie wel voor het kijken. Ontzettend leuk om het op deze manier te doen. Ik vind het voor herhaling vatbaar. Ik hoop jullie binnenkort nog een keertje te mogen zien. Als je nog vragen hebt, zet ze even op de chat. Laat me weten, dan kan ik ze nog beantwoorden. De chat blijft gewoon live. En anders dan mag je me altijd een mailtje sturen of wat dan ook. Dan hoor ik het graag.